Het gebouw is al een tijd de blik vangen van de Uithof. Met zijn kleuren is hij niet over het hoofd te zien. Vorig jaar is de school in gebruik genomen, maar vandaag is de officiële opening. En als er dan ook nog eens een prinses langskomt, is het helemaal feest. Nou, ik vind het hartstikke spannend. Het is wel leuk om even te zien hoe ze nou in het echt eruit ziet. Vanaf 2:30 ben ik uitgenodigd als VIP. En om 4:45 mag ik met haar even om de tafel gaan zitten. Nou, het is altijd natuurlijk spannend wat je wil proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen. Maar wat voor ons heel erg belangrijk is dat we kunnen delen met datgene wat we aan het doen zijn. En dat we doen dat met de Koninklijke Hoogheid en de minister. Maar de zaal zit vol. En al onze studenten zijn erbij. En het gebouw is open. En ja, dat is van wezenlijk belang. De faculteit wordt helemaal klaargemaakt voor het hoge bezoek. Nou, alles wordt even schoongemaakt. De ramen worden gezeemd. De straat wordt in het hoge drugspuit schoongemaakt. Ja, een rode lopertje. Het is echt voor Maxima speciaal, dat merk je wel hoor. Ja. En mag je alleen nog maar rondlopen als je naam op een badge staat? Ja, je moet je voorstellen, wij draaien gewoon. Dus iedereen die vandaag binnenkomt, die moet zich identificeren en die moet ingeschreven worden. Om ervoor te zorgen dat we straks precies weten wie er in huis is. Het gebouw heeft de nieuwste technische snufjes in huis. Hebben jullie hier Biemerland? De opening wordt dan ook opgenomen en tegelijk uitgezonden in alle gebouwen van de hogeschool. Maar het meest trots is de directeur op zijn afdeling gebarentaal en dovenstudies. Bij gebarentaal is het natuurlijk absoluut noodzakelijk dat iedereen dat je jezelf terug kunt zien om te kijken van of je het ook goed doet. Nou, dit gebied is daar oefenen de studenten met gebarentaal. Dus er komen nu mensen van over de hele wereld kijken naar op welke manier dat hier werkt. En dat vind ik wel heel erg leuk. En daar is ze dan eindelijk. Na dagen voorbereiding stapt de prinses het gloednieuwe onderwijsgebouw in. Nog even een opening verrichten en dan de wandelschoenen aan om door het enorme pand te lopen. APPLAUS